Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 25 juli 2015. De DigiD inlog bij de zorgverzekeraar resulteert in het opheffen van het medisch geheim. Het parlement wil het opheffen van het medisch geheim, omdat ze dan alles en iedereen kunnen controleren, bespioneren. Het vervelende van die toestand is dat de Elite Moordenaarsclub toegang heeft tot het medisch dossier van iedereen. En die Elite Moordenaarsclub bestaat uit alle parlementsleden, alle ministeries, alle ambtenaren bij de ministeries, alle lobbyisten op het platform The Hague Security Delta. Dus dat zijn bestuur ambulancezorg, bestuur brandweer, bestuur politie, bestuur CPB, CBS, College Bescherming Persoonsgegevens, Mensenrechtencollege, KNAW, de ondernemersorganisaties, de overkoepelende organisaties voor de veiligheid, brancheorganisaties, alle hoerclubs zoals LTO of wie dan ook nog meer. Al die besturen die de bureaucratie vormen en die de lobbyisten vormen, hebben toegang tot het medisch dossier van iedereen. Kijk, in theorie natuurlijk niet. In theorie is er dan een wet die zegt dat alleen in geval van fraude een medisch dossier vrijkomt. Maar in de praktijk weet je al lang niet meer wie je vriend of je vijand is in Nederland, omdat onze lobby voor de rechtspraak en de lobby voor de advocatenorde en de universiteiten het internationaal strafhof helpen bij het folteren en vermoorden van burgers. En dan wil ik het toch nog maar een keer zeggen, de MH17-ramp was nooit gebeurd als deze lobby niet zou bestaan. Als het internationaal strafhof, rechtspraak, advocatenorde zouden werken zoals ze behoren te werken, op grond van de grondwet, onze nationale Nederlandse wetten en de mensenrechtenverdragen, het VN-verdrag, dan was die ramp niet ontstaan. En we krijgen straks dus een zeer agressieve samenleving waarin al het belastinggeld wordt geïnvesteerd in het lobbyen en treiteren van mensen. Echt in het doden van mensen via de lobby. En dan kom je uit bij mij. Op mijn website en lees je dus het dossier van het internationaal strafhof, van de rechtszaak die ik gestart ben tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Binnen een jaar, twee jaar verkeert half Nederland in die rechterloze toestand. En by the way, ik ben een nieuwe website aan het bouwen. Mijn oude websiteadres vervalt in september. Dag.